Nee! Hou op met mij, hoor. Maar Dylan is aan het tatoeëren. Deel. Jij moet de deel roepen. Deel! Dylan! Oh, mijn god! Waar? Ja? Ja. Zou je toch deze spreek? Deel? Oh my god! Shelly! Nee, ik wil het niet. Wat een beloop! Oh my god. Ik wil het niet. Wacht. Hier? Jezus. Oh, dit is echt. Jezus. Gaat het nu gebeuren? Gaat het goed weg, jongens, vandaag? Nee, maar ik vind het... Zo vlak voor de film. Oh, dit is echt schattig. Iemand een schaduwplekje voor me? Shelly nog een komst. Ik ga met een plas liggen. Ja, oh. Dan hebben we een envelop. Oh. Ik wil het niet weten. Oh my god. Oh, die mok ook. Shelly, kom. Ik wil het wel weten. Het is echt een heel korte brief. Kom. Kort? Wat staat erin? Wat zit erin? Ja, nog een envelop. Nee. Woe! Beste inwoners, vorige week hebben jullie gehoord dat Utopia gaat stoppen. De laatste dagen dat jullie als groep van 15 inwoners samen zijn, lijken daarmee definitief aangebroken. Zeker voor Andrea, Merel en Shelly moeten dit intense dagen zijn. Ze weten natuurlijk niet wat hen de komende tijd te wachten staat. Saamhorigheid en de manieren bedenken om geld te verdienen zijn in deze fase twee van de belangrijkste onderdelen van de finale. Om beide te stimuleren kregen jullie de volgende opdracht. Maak binnen 30 minuten 5 teams van 3 inwoners. Deze teams mogen na het samenstellen niet gewijzigd worden. Kies wijzelijk, want deze keuze kan veel afhangen. Wanneer de teams zijn gevormd, mogen jullie de tweede envelop openen. Tweede envelop? Okay. Ja. Jens, wat moeten we doen? Tweede envelop. 15-3 inwoners. Wacht even, nog één keer. 5 teams van 3 inwoners. Maak 5 teams van 3 inwoners. 5 teams van 3 inwoners. Oh, goeie. En dan? Dan weten jullie dat. Oh, zoals dat we, als iemand van ons naar huis moet, nee, dan ga ik naar huis. Overleggen hoe we dat gaan doen. Ja, hoe gaan we dat doen? Drie. Wij drie. Ik ben aan het maar ja, we moeten even slim. Goed nadenken. Ik had een team met jou. Maar wat ja. Vijf teams van 3 inwoners. Good thinking. Vijf teams van 3 inwoners. Vijf van 3 inwoners. Maar wel een beetje opschieten, van Dylan heeft dat ook land. En we hebben 30 minuten. Nou jongens. Hey, we hebben 30 minuten de tijd. 30 minuten rustig aan. Het is 10 over 1. Ik heb geen loodje. Het is 10 over 1. Ik denk dat die tattoeklomp wel wacht, hoor. Ja, maar mij dan. Ja, is goed. Dus hoef je niet te zorgen. Maak het even duidelijk. Ja. Wat is er aan de hand? Wij staan met z'n tweeën. Okay. Ik ben over nu, denk ik. Maar volgens mij moeten de mensen die op de bank zitten, of wel op de, die publiek zijn hebben gekregen... Dat staat er niet bij. Nee, van drie. Het maak gewoon binnen een intense ding. Tijd. Intense dagen zijn het geweest. Ja. Nou, niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. Voor ons allemaal. Maar jongens, laten we gewoon 3 teams maken. Met z'n vier, dan stap ik hierbij. 5 teams. Ben jij hier bij ons? Ja, als we iets met onze handen moeten gaan doen, dan werk ik over 2. Ja. Oh joh, nou wij zijn 3 in mei. Helemaal super, volgende envelop. Yes, oké. Okay. Echt, gaan we dit echt zo snel? Maar ja, we hebben een half uur en we gaan binnen 2 minuten. Ajo, boeien, ad hoc, kom door. Nee, maar wat kan hier niet dan 1 man bij? En de grote vraag is, staan we er allemaal daarna kan je niet meer wisselen. Ja, ik sta erachter. Nee, ik ga dit even van afstandje bekijken. Dan moet er iemand naar huis van die team zetten. Mag ik wilt iemand me uitleggen waar we over... Nou, in ieder geval de brief die je ook... Ja, weet we weten niet. Over teams. Dat hebben we nu. Rustig, nee, meer. De antwoord. Oké, dat ook maar te doen en vervolgens. Ik ben blij dat ik de clipjes eruit heb gehaald. Maak binnen 30 minuten 5 teams van 3. Nou, als hij toch bij je gaat. Na het samenstellen... We zijn nu net nog, hè? Lexi, ik ben gewoon bij jou. Power. Ik denk dat er gewoon geld in zit in je tweede... Gaan bouwen, ze weten toch van mij. Ja, dat jij uitgedacht bent en er oké. Ja, maar zeg maar. Nee, oké, maar waar wil je over nadenken? Oh, ik zit bij Jesse en Gerrit, oké. Ja. Het enige wat je kan kunnen bedenken is wat voor dingen zullen we kunnen gaan doen en wat is dan handig? Ja, waar moet je over... ik ben daarentegen oké met mijn keuze. Ik ga afluisteren bij Merel. Gaat dat er weer? Ja, het zou niet aan gaan. Is je klant er? Oh, je bent nu bezig. Ik ben al de hele tijd bezig. Ja, ga even verder. Ja, toch?
Eens kijken, vorige week hebben jullie gehoord dat Utopia gaat stoppen, de laatste dag. Dus... Dit hele bos staat weer op zijn kop, jongens. Weet je wat je wil? Nee. Het maakt me niet zoveel uit, denk ik. Of zo. Ja, ik weet het niet. Kun je er goed over nadenken? Wat je wil. Ik denk gewoon tien ruggen. Maar wat zijn nu de teams? Ik ga de Eens kijken, wat ik... Je moet toch even kijken hoe die groepen zijn? Wat ik heb... Sommige mensen hebben hun groepje al compleet willen niet wijzigen. Dan heeft het ook geen zin om mee te discussiëren. Waarom niet? Ja, waarom wel? Ja, oké, dus dan... Dit is toch een groep die niet willen, dan moet de rest maar akkoord gaan. Nou, lekker is dat. Nee, ja, we kunnen uiteindelijk ook niet tot een conclusie komen, maar zij... Maar we hebben een half uur de tijd en we hebben niet voor niks een half uur. Nee, dit moet je niet binnen één minuut gaan beslissen. Dat is niet slim. Als we gaan tillen, dan til ik wel voor twee. Ah. Ik weet niet of het team dat ik zeg. Ik stond er gewoon. Dan ben ik ineens heel sterk. Ja, maar daarom, we moeten toch even kijken wat de groepen zijn. Oh, ik gaf Lux een kus. Wat doe ik nou weer? Dan gaf je er een kus op de lippen. Nee, tuurlijk niet. Oh. Nee. Jordi, bij wie zit jij dan? Bij de. Ik vind dit ook weer belachelijk. Ja, ik zei het tegen me, die gaat roken. Wie gaat roken? Wie zit jij roken? Ja, binnen eens, kom! Ja. Kijk, de enige waarvan. Weet je wel, maar voor de rest. Ja, maar. Ja, maar maakt niet uit. Ja, maar dit zou wel vandaag zijn. Nooit slechts. Ja, maar wacht wel even. Ja. Ik zal het zo ook even tegen Deel zeggen. Dit is best wel een besluit die je gaat maken. Dus ik heb hier gewoon nog steeds 20 tot 30 minuten. Overleg het goed. Kijk, kom je heen. Op vriendjespolitiek in dat opzicht vaak. Ja, met mijn beste maat of wil ik samenwerken, Deel. Maar denk er goed over na. Ja, sorry. En over 20 minuten, 30 minuten, dan roep iedereen bij elkaar. Weet je wel, neem je zo meteen lekker nog een extra drankje op mijn tweede enveloppe open. Alsnog kies ik voor jullie, man. Top. Yes, duidelijk. Ja, ik kies voor jou, Lex, hier. Dankjewel. Mij maakt het echt niet uit bij wie ik zit. Meen ik serieus. Wat een hele domme keuze. Dit is echt. Dit is niet anders. Nee, het is totaal niet. Moet je eens even kijken, joh. Moet je eens even kijken. Vet. Vet. Realistisch, hè? Ja, neem lekker wat drinken en... Hey, maar saamhorigheid en geld verdienen staat er basically. Hey. Wat betekent saamhorigheid? Ja, dat is samen. Oké. Komen jullie mee? Nee. Oh. Dat is snel. Saamhorigheid en geld verdienen. Fase 2. Dus ook zijn dat wij met z'n drieën zitten, ongeacht wie die derde persoon is. En daarvan gaat eentje weg. Of uit deze teams. Drie teams gaat uiteindelijk elke keer iemand weg. En daarom denk ik dat het handig is om 1-1-1 te doen. Kijk, de Hiske zit perfect. André en Shelly laat die maar lekker samen zitten. En dan hebben we Hiske daar. Jess zit ook perfect. Helemaal goed. Jens, Milène, Artje. Ik vind het goed, maar ik denk dat voor hun een domme keuze is. Maar dan zitten wij samen met Fren. Dat is geen goede dan. Nee. Maar moeten wij ook samen zitten? Ja, maar ik denk niet dat het steeds één afvalt. Dat denk nee, ik maar stel dat die opdracht komt. Maar ja, goed, dat heb je nooit in eigen beheer. Dat blijkt nu wel weer. Kijk, we kunnen niet nu alle drie mensen kunnen we husselen. Daar staan mensen gewoon niet voor open. Nee, dan dus, moet Fren in de andere team. Ja, Fren moet er. Dan, weet je wat we dan doen? Dan wisselen we Shelly of Andrea. Met Fren? Ja. Ja, maar Andrea het liefst. Maar die moeten er zelf ook voor openstaan, hè? Ja, dan zeggen wij denken dat het handiger is als Fren die wisselt met Andrea. Wij denken dat het handig is als jij wisselt met Andrea. Wij moeten niet met z'n drieën in één team. Nee. Maar wat ik wel hoor nu allemaal is dat het zakelijk is. Niemand weet iets, Fren. Iedereen lult maar wat. Niemand weet iets. Het is puur de gok wat we doen. Maar het is niet handig om alle drie hier nee, te dat zitten. Wil ik ook niet. Wil je ook? Kijk, alle groepjes, alle vrienden gaan nu samen. Ja, maar dat is echt niet heel dom. Fren, ik kan niet wisselen. Mensen vinden me niet zo leuk. Jij wel. Jij bent overal een beetje... Ja, jij moet wisselen met Andrea. Ja. Doe dat maar. Hm? Fren wisselen met Andrea. Waarom moeten Oké, maar welke teams zijn er?
Ah, ik denk dat het goed gehusteld moet worden, hoor. Kijk, het is, mensen kiezen allemaal wel van, joh, vrienden. Nou, maar mag ik wat zeggen? Kijk, ja, ja, oh, sorry. Jongens, je wordt niet naar huis gestemd, denk ik. Het kan best wel zo zijn dat je gewoon lekker geld moet verdienen. Dat het best wel belangrijk is dat we euro's op de echt goed nadenken. Ik denk echt dat we elkaar kwaliteit. Laten wij dan met deze groep in ieder geval gaan kijken hoe of wat. Even alles aan de kant. De rest heeft al gekozen. Ik denk dat het niet slim is, maar laten we het ook niet. Jullie zitten nu met z'n drieën. Ik denk dat het ook niet handig. Ik denk dat wil ik ook niet. Ik denk dat een van jullie twee... Nou, zullen wij ruilen? Wij? Ja. Dan zijn wij. En jullie. En ja, ik ben er nog steeds niet mee eens. Hoe zie jij het als Wil je zakelijk iemand in je team hebben zitten? Ik wil ook wel ruilen. Om de andere. Wie wil er met mij nog ruilen dan? Dan kan er daar nog iemand zakelijk bij. Maar is je zakelijk? Jij bent toch zakelijk? Ja, maar jij bent zakelijk. Oh, ik ben zakelijk. Oké. Nou, hier is even geen tijd voor clowntjes. Nee, maar serieus, ik denk dat ik, als we het toch al zakelijk hebben, dan hebben we het toch over een Jesse, een Mariska, een jij, een Gerrit en wat dan ook. Ik ben hier toch nooit voor het zakelijke aspect gekomen. Dat is toch dikke. Maar je kan het wel. Je doet het niet, dat is iets heel anders. Goed, nou, dan ga ik lekker hier. Nee, ik denk dat. Nee, dat zou ik niet doen. Niet? Ik zou deze zo laten. Okay. Nee, ik ga niet. Nee. Dat is goed. Ik was oké met deze drie. Nee, ik was eigenlijk ook... We staan er klaar bij. Wij hebben al kom maar. Ongelooflijk. Zijn jullie oké met mij erbij? Ja. Maar Shell, jij mag ook bij ons. Maar heb je toch vier, schat? Kom. Nee, ik bedoel dan Andrea Bunn en dat Shell bij ons gaat. Ja, dat wil jij, Shell. En Andrea? Ja, ook goed. En Andrea? Ja, in principe maakt niet zoveel uit, maar dat is... Ik denk dat we gewoon... Ik vind het dikke bullshit dit, maar goed. Het maakt mij helemaal geen woord uit. Wat wil jij dan eens? In ieder geval dit niet, want dit is natuurlijk... Laten we gewoon heel eerlijk zijn, jongens. Het zwakste team wat hier verder staat qua gebeuren. Absoluut, ja. Absoluut. Ik ben helemaal niet zakelijk ingesteld. Ik kan wel dingen regelen, maar ben niet zakelijk ingesteld. Nou, dat is dikke bullshit. Oké, anders ruilen we wel Marissa en Show. Als iedereen daar blij mee is. Weet je wat het is, jongens? Het maakt mij niet uit, Marissa. Het maakt mij maakt niet uit. Ik ga gewoon uit van eigen kracht. Nee. En... Ja, ik ook. Ik vind het allemaal prima. Lexie wil in ieder geval heel graag. Oké, misschien moeten we heel eventjes 5 minuten of zo nadenken. Prima. Ik ben in ieder geval met Lex, want dat wil Lex heel graag. En voor de rest maakt het me niet uit. Ik hoor het zo wel bij wie ik zit. Jezus, jongens. Nee, maar even, hè. Ja, ik heb echt, sorry, ik heb echt een zakelijke iemand. Want ik ben echt... Maar nee, het is alleen maar speculeren, toch? Ja. Misschien moeten we wel een kleurwedstrijd gaan doen. Dan ben je blij dat je drieën in zitten. Nu is het helemaal niet zakelijk. Ja. We maken elkaar weer helemaal gek hier ook binnen. Je weet helemaal niet wat we moeten gaan doen. Nee. Ja, maar stel, weet je, daarom wil ik emoties nemen. Het kan ook zijn dat misschien één van die drie... Ja, dat kan ook. Ja, maar nog even één keer, want zo duidelijk hoorde ik hem net niet. Samenhorigheid en manieren bedenken om geld te verdienen... zijn in deze fase twee van de belangrijkste onderdelen van de finale. Dat weet je niet, Andrea. Dat staat er. Samenhorigheid en geld verdienen. Samenhorigheid, dus je moet goed met elkaar zijn. En geld verdienen zijn in deze fase twee van de belangrijkste onderdelen van de finale. Fase. Wat? Maar hoe staat die fase 2 daar? We zitten nu dus in fase 2. Nee. Samenhorigheid. Michelle, wil je bij mij? Max, hou dan even je was. Sorry. Samenhorigheid en manieren. Dat is geen samenhorigheid, hè? Ja, maar ik probeer het je lijken. Ik vind het wel eens jongens. Spannend. Dan ja. Pak je samenhorigheid. Jongens. Nou, Merel, zullen wij ons even samen daarheen lopen? Ja, maar ik Jezus Christus. Okay. Goeie samenhorigheid. Ja, doei. Samenhorigheid en manieren bedenken om geld te verdienen zijn. Als jij erbij gezeten had, ik zeg Jezus, moet thuis. Het staat in de brief dat samenhorigheid en geld verdienen twee belangrijke onderdelen zijn. Ze zijn nu al aan het ruzie maken. Gaat echt goed. Dus dat zei ik en toen liep ik weg en zei doei! Oké. Mille en Adriaan en Jens hebben dit onderdeel gewonnen. Ja. Zij hebben de meeste lol van. Yay! Ja, die hebben het meest gelachen in 30 minuten. En zijn bezig geweest met geld verdienen. Oh, we zijn gewoon kistjes aan het maken. Ja. Is alles al geschuurd of niet? Ja. Oh, joh. Nog even lekker een checkie doen. Oh, joh. Ja. Ja, maar die mensen zijn zo gespannen, hè. Die hebben het helemaal... Maar, ja... Ik ben altijd iemand van, als ik zo lang niet weet wat er komen gaat... Hoef je ook geen spanning te voelen? Nee. Want het schiet er niet op. Nee. Dan kun je wel druk gaan maken om dingen waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. Maar ja, dan maak je je druk om niks eigenlijk.
Want er is nog niks. Nee, je kan op basis van de 100.000 mogelijke scenario's, kan je alvast gameplays in elkaar gaan schroeven. Ben jij dat al aan het doen? Nee. Niet? Ik ben kistje in elkaar aan schroeven. Een Lolland hebben. Over een andere utopia. Als ik nou ga poepen, zou dat dan verdacht zijn? Hey, wie gaat er met ons mee? Wie vindt het ook net zo leuk? Wie net ligt als er ook Katie! In? Wie ligt er ook in een deuk? Katie. Ik ben heel erg benieuwd dat als jij weggaat, zeg maar. En stel, Katie is ergens buiten en je zoekt haar dan op na een tijd, of ze je nog herkent. Tuurlijk. En hoe ze dan reageert. Ik denk dat ze helemaal gek wordt. Die gaat gewoon knorren. En die wordt helemaal zo... En die zegt dan... Help. Die rode vinger is hier ook. Nee, help mij. Ik dacht eindelijk van hem af te wezen. SOS. Waarom verstaat niemand mij? Waarom heeft niemand leren varkens praten? Ja, af en toe doe ik ook wat dingen bij Katie, dan denk ik van wel. En dan komt dat ze het goed vindt. En dan komt een hiske en die zit over dat buikje. En dan gaat ze echt zo wel. Ja. En dan doe ik dingen. Hoeft niet. Nee, het kan buiten ook gewoon een spel. Als het gaat over fases en zo. Dus kijken, vorige week hebben jullie gehoord dat dat kan natuurlijk stoppen. Ook de laatste vertel. Fase. Het is gewoon een fase in het leven. Het is, Nee, maar hier staat zeker voor Andrea, Merel en Shelley moeten dit intense dagen zijn. Ja, omdat ze niet weten wat nou met de publiekstem... Maar zij weten natuurlijk niet wat hen de komende tijd te wachten staat. Dus het draait, volgens mij draait het erom van hoeveel geld een groepje verdient. En elke keer als iemand daarvan is genomineerd van een groep. Van de laagste. Ja joh, daarom gaat het draaien. Nou, want zou kunnen, ja, zij weten, nee, want zij weten natuurlijk niet wat hen de komende tijd te wachten staat. Omdat hun natuurlijk een publiekstem hebben gekregen. Dus een soort van even begrijpend lezen waar je ook verder moet gaan denken van... Wat zouden in andermans gedachten kunnen spelen, weet je wel? Van de spelmakers. Mm-hmm. En ik denk weer, ik pak die envelop en denk, oh, zit nog iets in, wat is dat? Saamhorigheid. Geef ze die envelop? Nee, die andere. Ja. De kleine. Mag ik die vasthouden? Ja. Nee, ik maak hem niet open. Ik wil hem alleen vasthouden. Ik voer iets wat van hier tot hier is. Nee, maar dat komt straks aan. Ja. Hallo, dit is, hoe noem je dat? Andersom. Nee, dus... Maar dan klapt die open. Nou. Ja, daarom. Dat zou het zijn. Oeh. Eens kijken. Zijn we horen? Dat we vandaag een plan moeten hebben. Oh, leuk. Tuurlijk. Ik ben creatief genoeg. Ik ben alleen niet goed met cijfers. Daar ben ik gewoon echt daar heel goed in. Ik ben best wel zaak. Ik ben commercieel ingesteld. Ik kan overal geld in zien als ik wil. Mm. Weet je wat ik denk is? Dat we het wel zo moeten laten. Ja, bij ons. En dan ben jij, want wij zijn allebei nul creatief. Nul. Ik kan niet eens een huis tekenen. Ja, ik ook wel. Of een ontwerp maken of whatever. Dat kan laten we het zo. Ger. Tering, ik vind dit spannend, jongen. Maakt wel uit. Ik denk niet dat zij de juiste keuze hebben gemaakt. Absoluut niet. Is niet handig. Maar Dylan, Brenda, Jordi. Nee, Dylan, Brenda, Jordi zie ik ook niks in hoor. De twee die nu definitief zeggen van dit wordt mijn groep, daar zie ik het minste hel in. Ja,
En dat moet je niet. Ja, en zo moet je dit niet gaan bedenken. Puur zakelijk. Ja, zo moet je ook echt puur zakelijk. Ik zie dat ook zo. Want ik had, als het persoonlijk was, had ik jullie twee eerlijk niet gekozen. Nee. Maar ik zie het zakelijk. Ja, maar ik denk dat we daar met z'n drieën oké mee zijn. Ja, ik heb jullie ook niet. Alleen op het moment dat we fysieke dingen gaan doen, zal ik. Nee, maar dit moet ook niet gedwongen zijn. Ik denk echt dat we slim moeten nadenken. Ik denk dat dit wel. En dit kan niet meer gewijzigd worden. En dit is een fase, hè? Stel dat deze fase 2 maanden duurt. Ja, we moeten. Ik denk dat ik met jullie wel. Ik zou niet ruilen. Ik ga niet ruilen. Zelf. Jij was shelter verleden. Ja, ik denk dat dat misschien ook handig is, maar. Ja. Aan de andere kant denk ik nee. Ja, ik denk dat het eigenlijk best wel goed is. Ik denk dat het zo goed is. Ja. En jongens, we weten niet wat het is, hè? Nee. Dus we kunnen wel gaan speculeren, maar. Maar wij hebben nu wel van alles wat, hè? En daar zo moet je dit wel. Finance zien. Kan ik, zakelijk ben ik. Ik kan veel bouwen. Jij bent creatief. Jij kan ook bouwen. Ja. Ik kan ook bouwen als het moet, met hulp. Dus dat komt. Geld verdienen, dat kan ik ook heel goed. Ja. Ik ben marketinggericht. Ik denk dat we goed zitten, hoor, met z'n Ik denk ook dat we goed zitten. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, wie had dat gedacht, hè? Nee, niemand. Niemand. Stering spannend, jongen. Misschien moeten we ook gaan verhuizen naar de tent. Ja. We gaan zo die tweede brief wel openmaken. En zo meteen horen we al meer. Ik heb het gevoel dat we er niet uit. Dan daar wel staan. Ik heb gezegd, ik was één zakelijk iemand. Ik heb niet gezegd de twee. Ik mag bij jou. Ik heb letterlijk gezegd. Dat heeft hij zelf toch al gezegd. Samen. Ja, maar die zit ik nu maar dan gaat hij toch ergens anders. Maar hij zei toch zelf dat hij heel bij mij wil zijn. En als ze Mariska hebben in hadden, dan mag je Mariska ook. Wees gewoon sterk dat het wel gewoon gezegd is. En als iedereen die dat zegt, wat ze zich dan voelt, dan is dat ook zo. Dat heb ze gelijk in, ja. Ja, dat is ook zo. Maar het zijn niet alleen mijn woorden, want je bent nu heel boos op mij. Nee, ik ben niet boos op jou, maar ik zeg alleen dat zij dat gelukkig ook zegt. Gelukkig hangt er liefde innerlijk. Ja, mag ze dat doen? Ja, dat vind ik niet helemaal boos. Nou, Hitske is nu boos van. Nee, ik ben niet boos. Ik zeg alleen even waar het op staat. Ik ben helemaal niet boos. Ik zeg alleen even waar het op staat dat het zo is. Waarom dat ze verstandig gesproken heeft? Nee, ze zegt, Trenny zegt, ik kom een leftover. En dan zegt Lens, dat voel ik me ook. Ze zegt, nou, je voelt mij duidelijk. Nee, ik stond alleen toen we zeiden, werd er al goed, toen stond ik eenmaal alleen. Toen keek ik hem gelijk zo. Bedoel ik het eigenlijk meer? Niet dat ik een leftover was. Ja, maar dan bedoel ik het niet zo. Want ik stond wel in het begin even om me heen te kijken, waar moet ik heen? Ja. Zo bedoel ik het alleen. Ik kijk nog steeds waar moet ik heen, want alle groepjes zijn nog gemaakt. Ja, maar je liet je net, zeg maar, ze wel zelf ruilen met Andrea, hè? En daar was je helemaal oké mee. Ja, ja. Snap je? Ik bedoel, ik gun je het beste, hoor. Maar alle groepjes waren verder al gevormd. Dus. Maar het maakt niet uit. We staan hier nu. Oké. Okay. De beslissing is gemaakt, denk ik. Ik denk dat ik bij jullie hoor. Ik heb geen idee. Ja, ga bij je team staan. Ja, zeg het maar. Nou, dan zijn wij even hier, want dan kun je wat, even wat privacy met lezen. Oké. Okay. Dus jullie bij elkaar. Oké, 1, 2, 3, 4. 5 teams. Nou, gelukt. Kijk, dus we hebben het team van Merel, Ger en Andrea. Het team van Jens, Milène en Atje. Het team van Jessie, Alexandra en Mariska. Het team van Shelly, Hiske en Freddy. En het team van Dil, Jordi en ik. Dan gaan we de tweede envelop openen. Jee! Nou, maestro, take it away. Envelop in een envelop. Ik vind het fantastisch. Envelopception. 2 verschillende formaten. Wow. Bijzonder drukwerk. Poeh. Het is warm vandaag, jongens. Wauw. Knaakjes. Oh, wauw. En nog een brief. Zal ik het envelop even vasthouden? Yes, als je me even wilt vasthouden. Ook het geld? Houd het geld lekker vast. Het geld en ander moet naar u. Super! Hopelijk is het samenstellen van de 5 teams zonder te veel gedoe gelukt. Samenhorigheid, top. Ja. Laten we snel doorgaan naar de opdracht. In deze envelop zit €2500 cash. Dit geld kan je met jouw team winnen, want alleen het winnende team krijgt €2500. Na het voorlezen van deze brief hebben jullie precies 1 uur de tijd met je team een utopiaans idee te bedenken wat je voor dit bedrag kunt realiseren. Na het uur presenteert ieder team zijn of haar gouden idee. Hierna zal iedere inwoner individueel en anoniem zijn of haar stem opschrijven en in de brievenbus doen. Wanneer je individueel gestemd is, leest één van jullie de keuzes voor. Het team met de meeste stemmen wint €2500. Nice. Heel veel succes. Heel tof. Op je eigen idee stemmen is natuurlijk niet toegestaan. Bij gelijkstand volgt er een nieuwe stemming. Met alleen degene die... Nou, ik wou dit altijd heel graag hebben gedaan. Oké.
Maar nog even het idee, waar moet je het aan voldoen? Of is het gewoon een utopiaans idee? Ja, een utopiaans idee. Je hebt 1 uur de tijd wat je voor dit bedrag kunt realiseren. Maar nu gaan we... Dus ik ga ervan uit dat het niet een idee is om mijn geld te realiseren, maar om nog meer geld te realiseren, maar iets voor je team te realiseren of voor Utopia. Ja, dat is heel vaak. Maar na het voorlezen van deze brief heb je precies 1 uur de tijd om met je team een utopiaans idee te bedenken wat je voor dit bedrag kunt realiseren. Na het uur presenteert ieder team zijn of haar gouden idee. Hierna zal iedere inwoner individueel en anoniem zijn of haar stem opschrijven en in de briefbus doen. Ja, maar... Oké. Okay. Ja, het gouden idee. Okay. Zijn niet alle ideeën die ontstaan utopiaanse ideeën? Ja, en is er geen goed en slecht? We gaan kijken wat het gouden idee is. En hoe lang hebben we de tijd ook alweer? Een uur. Het is nu 2:30. Ja, zullen we die brieven? 59. Maar dit ga ik zo maar doen. Oké, terug naar de tekentafel, jongens. Ik bedoelde het niet zo. Maar ik bedoelde alleen dat stukje. Dat er werden al groepjes gemaakt. En toen stond ik gewoon op dat moment even alleen. Snap je? Daar bedoel ik. Ik bedoelde niet wat zij bedoelde. Weet je wel. Ik een uurtje gaan doen als je. Nee, maar ik wil het even uitspelen. Want ik vind het vervelend. Zo bedoel ik het niet. Nee, maar begrijp je ook dat het voor Frenny. Ik snap het. Er zijn twee mensen die super buitengesloten voelen nu, hè? Ik snap het. Ik begrijp het. Daarom heb ik toch gezegd: dan neem je een risico op. Maar hun stonden alvast om bij mij te gaan. Weet je wel. Het voelde ik me nu een beetje de gebeten omdat ik 2 sterke spelers bij me heb. Wat niet mijn bedoeling is, want ze wou zichzelf bij me komen. Ja, en dat is dan toch mooi. Maar laat dan ook Frenny in haar waarde dat ze zich nu buitengesloten voelt. En allerlei soorten derde keus. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik begrijp. En dat vind ik gewoon voor haar, want het wordt compleet over haar heen gewalst. Ja. Zelfs door de vrienden. Lende, jongens.